Die hebben we al even niet meer gezien op Gamersnet. De Duitsers. Nou ja, we zien Duitsers wel eens, wat Duitse producten. Maar niet van Teufel. Jawel, het komt rechtstreeks uit Berlijn. Het is de Cage headset. Je zag het al staan in de titel. Het is een mooie headset aan €170. En we mogen hem binnenkort gaan reviewen. Maar niet voordat we hem unboxen natuurlijk. Het is een headset die eigenlijk vrij basic is. Als je gewoon zegt van, nou, twee luidsprekers. Hij heeft wel 7.1 van Teufel zelf. Virtueel uiteraard. Want het zijn 42mm luidsprekers. En dit, welkom bij de unboxing, is hoe die uit zijn doosje komt. En dat is toch wel een aardig headsetje wat je daar in één keer oppakt. Maar goed, ja, we hebben het hier ook over €170. Dan moet je er ook van uitgaan dat je wel iets krijgt. Ik moet zeggen, hij is godvergeten licht. Hij ziet er vrij stevig uit. Het is ook allemaal metaal, mooi aluminium en dergelijke. En toch is het niet enorm zwaar. Qua verstelbaarheid zien we dan ook weer bijvoorbeeld dat hieronder zitten wat mooie aluminium soort van hoofdbanddingetjes. En dan gaan we het dan toch maar meteen even, zonder dat we iets anders uit de doos pakken, gaan we het toch even opproberen. Ik heb tegenwoordig ook een bril, dus ik kan tegenwoordig ook vertellen of ze goed zijn voor brildragers, ja of nee. Het zit lekker, maar het is een wereld van verschil, want het sluit best wel af rondom de oren. En dat zie je natuurlijk ook aan die earcups, die toch wel van een soort van vouwleer zijn gemaakt, een soort van imitatieleer. Maar dan merk je toch wel dat die aardig afsluit. En hierin zitten dus 40mm drivers die dus wel gewoon lineair zijn, maar dan wel gewoon door Teufel gemaakt. En wat we dus ook al zien is dat hij bijvoorbeeld ook draadloos is voor de time being. Ik haal trouwens even deze dingen eraf, want dat hoort erbij. Hè. Ik hoorde laatst dat je een unboxing niet mag doen zonder dat soort stickertjes en plasticjes eraf te halen. Maar we gaan even kijken wat er dan allemaal meer bij zit, want hij is niet in wezen volledig draadloos. Je kunt hem wel draadloos gebruiken met je mobiel schijnbaar. Je kunt zowel je game luisteren als je mobiel. Dan kun je gewoon met de headset ermee op aan het game. En kun je ook zo tik, hey, hoi mam, nee, ik kom nog niet eten. Dat komt zo pas, ik zit net in een potje PUBG. We gaan voor die chicken dinner. Dat kan dan allemaal gebeuren. Maar dan moet je hem wel natuurlijk allereerst aansluiten. Dat kan op verschillende manieren. We zien hier een 3.5 mm jack audio aansluiting. Die we ongetwijfeld ergens erin kunnen prikken. Dat gaan we zo ontdekken waar precies. Want voor zover ik weet was het eigenlijk een USB headset. Dat zien we hier dus ook. Dat de USB, die kan ik dan wel weer vinden. Het is een micro USB aansluiting. Daarmee sluit je hem aan op je PC. Maar hij schijnt dus ook gewoon lineair analoog te gebruiken te zijn. Aan de hand van die unit. Dan kun je hem bijvoorbeeld ook gewoon in je mobiel prikken. Of in je controller of wat dan ook. En dan kun je hem op verschillende manieren gebruiken. Wel zo fijn dat je ook voor €170 daadwerkelijk de headset op meerdere dingen kan gebruiken. We zien ook nog wel eens een keer headsets die ontzettend duur zijn. En dan is het zo van, nou, weet alleen maar op PC. Kan gebeuren. Aardig lang gewoven micro USB kabel krijgen we dan. Dus die zullen we dan, we halen hem even een klein beetje uit de knoop en die prikken we dan hier erin. Zie ik dus nu ook dat hier op die USB-aansluiting kun je dus gewoon je normale kabel erin snoeren. En die steek je dan daar erin. Dus gewoon in het scharnier, daarom kon ik hem niet vinden. Spreekt voor zich, maar dan zie je dus bijvoorbeeld dat hij dus, aan de hand van deze mooie USB-kabel kun je hem dus aansluiten op je PC. En dan kun je hier aan de kant nog een soort van gewoon daadwerkelijk je mobiel aansluiten of iets anders, zodat je die twee in elkaar kunt mixen. Dus je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, ik zou nog niet weten waarom je het wil doen, ik ga muziek luisteren via mijn mobiel, want toevallig stond ik daar wel goed in mijn podcast of zo. Weet ik veel, dat kan ook, dat mag allemaal. Maar dan heb je hem dus zo, het is wel een dubbele soort kabel, maar je kunt ze dan toch een soort van bij elkaar snoeren mocht je dat willen. Maar dit is dus optioneel. Je kunt ook gewoon zeggen van, ik doe het alleen met mijn PC-sound en ik luister mijn muziek wel gewoon over de Windows-app van Spotify, zodoende. Dan ben je klaar met één kabel, zeg maar. Wat we dan wel nog even zien en wat leuk is om erbij te vermelden, is dan ook bijvoorbeeld de hardware controls die we erop vinden. Dus je hebt hier een erg degelijke, als ik dat mag zeggen, potmeter. Om analoog gewoon je volume mee omhoog te draaien. Van ofwel je PC ofwel je smartphone of waar je hem dan ook op aansluit. En je hebt hier nog een schakelaar om te wisselen tussen twee verschillende profielen. En dus zo waar, dit is echt bizar dat je dit ziet op een gaming headset. Maar echt een telefoonknop. Je kunt hier gewoon, zeggen van, ik neem hier mijn telefoon mee op. Ik ben benieuwd of het ook werkt op allerlei verschillende soorten manieren. Of dat het alleen iPhone en Android is, zou best wel kunnen. Maar het zou leuk zijn als we die knop ook verder in kunnen stellen. Hoe dat allemaal werkt met de software en dergelijke, dat gaan we allemaal ontdekken tijdens de supermooie Gamers of Gear aflevering ervan. Ik ben even aan het kijken of je ook fijn is over de schouder. Op zich gaat het wel zo. Maar goed, we gaan het allemaal ontdekken in Gamers Net Gear. En we hebben binnenkort een review ervan. Van de Teufel Cage. En dan gaan we ontdekken of het €170 waard is. Heb je toevallig nog vragen? Laat het hieronder weten. We beantwoorden ze graag. Dan gaan we door met de review. Ik ga alvast, terwijl ik aan het gamen ben, mijn Spotify dingetje luisteren vanaf mijn Android telefoon. Want dat kan. Dus we gaan het ontdekken. Oké, dit was ik helemaal vergeten te laten zien. Dus die komt er nog even snel bij. Ik heb hem even aangesloten. Dus het is belangrijk. Dan doen we dit open. En dan zul je zien dat het ding daadwerkelijk verlichting heeft. Niet in alle kleuren van de regenboog, maar natuurlijk wel het mooie teufelrood wat hier zo op je oren prijkt. Wel mooi. Nou ja, dat heb je natuurlijk niet als je hem draagbaar doet of zonder de USB of wat dan ook. Maar dit is in ieder geval in zijn gebruik de Teufel Cage. Nogmaals, wat ik net allemaal zei. Laat iets weten in de comments. Ook als je geen vragen hebt, mag ik zeggen, hé, hoe is het ermee? Of een domme opmerking over het feit dat ik nu een bril draag. Mag ook. Doe je ding. Tot snel.